We trekken voor een historische reconstructie naar het donkere hart van Afrika. Daar, in Congo-Vrijstaat, heerste Leopold II bijna 20 jaar als een absoluut despoot. De tweede koning der Belgen was erin geslaagd een reusachtig gebied in Midden-Afrika, 80 keer zo groot als België, te verwerven als privébezit. Officieel was hij de gangmaker van een liefdadigheidsorganisatie die de arme zwarten wilde bevrijden van de slavernij en het kannibalisme. De Afrikanen zouden profiteren van de weldaden van de beschaving. En met dat verhaal had hij de grote mogendheden ervan kunnen overtuigen zijn vrijstaat te erkennen. Maar de Duitse kanselier Bismarck doorzag het initiatief meteen als pure zwendel. En de Duitse keizer Wilhelm II noemde Leopold zonder meer een chageraar in ivoor en rubber. Binnen de kortste keren maakte de Belgische koning van zijn Afrikaanse privédomein één grote investeringsmaatschappij, waarvan hij zelf zowat alle aandelen in handen had. Hij wilde de Congolezen met alle middelen dwingen al maar meer rubber te produceren en op die manier zijn winsten te vergroten. Tussen 1896 en 1904 vergaarde hij bijna ongehinderd een fabelachtig vermogen. De manier waarop hij dat deed had tot gevolg dat hij in de buitenlandse pers werd vergeleken met Attila de Hun, Genghis Khan en Ivan de Verschrikkelijke. En die historie vertellen we in het eerste deel van Blanke Koning, Rood Rubber, Zwarte Dood, een dramatische reconstructie met commentaar door Congolese, Belgische en Britse deskundigen. Een reeks foto's van missionarissen zorgde in Engeland op het eind van de 19e eeuw voor schandaal. De verminkingen waren tegen een witte achtergrond gefotografeerd om de impact zo groot mogelijk te maken. De kinderen kwamen uit Congo, maar de man die van de gruweldaden beschuldigd werd, was blank, Europees en van koninklijke bloede. Zelf had hij Afrika uit smetvrees nooit bezocht. Duizenden zwarten stierven voor de rijkdom en de roem van Leopold II, de koning der Belgen die door de Amerikaanse schrijver Mark Twain vergeleken werd met Attila, Genghis Khan en Ivan de Verschrikkelijke. Leopold was de eigenaar van 2,5 miljoen vierkante kilometer Midden-Afrika en soeverein heerser over zo'n 20 miljoen Afrikanen. In de jaren 1880 en 90 had de wereld rubber nodig voor de nieuwe fietsen- en auto-industrie. En Leopolds kolonie, Congo Vrijstaat, had de grootste voorraad wilde rubber ter wereld. De koning was op een goudader gestoten, een ader van zwart goud. The rubber in this district has cost hundreds of lives. And the scenes I have witnessed while unable to help the oppressed have been almost enough to make me wish that I were dead. Over een periode van 20 jaar maakte Leopold van Congo één gigantisch werkkamp, 80 keer zo groot als zijn eigen koninkrijk. Hij werd ten koste van veel zwart zweet, bloed en tranen een van de rijkste mensen ter wereld. This rubber traffic is steeped in blood. And were the natives to rise and sweep every white person on the Upper Congo into eternity, there would still be left a fearful balance to their credit. Hoe langer de koning in zijn vrije staat als een absolute despoot regeerde, hoe meer de bewijzen tegen hem zich opstapelden. Missionarissen, reizigers en slachtoffers lieten hun protest al maar luider klinken. Dit moest ophouden. Nasima Mikolomisa toen. Tozongi namboka. Tomoni bibembe. Libanda yalopango ezinganda ko yankumu. Tomoni na singa moko bakangi na katikati ya zete mibale makata sambo euti ya epai ya mobali. Singa wana ekangamaki na likolo.
tekenen van Leopolds rijkdom zijn in Brussel overal te zien. De koning bouwde de Saint-Quentinien om 50 jaar Belgische onafhankelijkheid te vieren. Het monument is nog altijd een boegbeeld van dynastieke grandeur. Toen de socialistische leider Emile van der Velden Leopolds bouwwoede aan de kaak stelde, zei hij dat men die monumentale bogen ooit de bogen van de afgehakte handen zou noemen. C'est incroyable de voir tous ces embellissements, toutes ces réalisations, toutes ces richesses, sans une seule référence au Congo et aux Congolais. Après tout, si Léopold II a pu entreprendre tout ceci, c'est grâce à la richesse du Congo, au sang des Congolais, aux souffrances des Congolais, à l'exploitation du Congo. C'est incroyable, cette manie d'effacer le Congo. Ook het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika is door Leopold gebouwd en betaald met geld uit Congo. Het is Afrika gezien door de ogen van de koning. Het museum brengt vooral hulde aan Leopold zelf, die de Belgen een kolonie gaf. En aan de pioniers die stierven terwijl ze de droom van de koning waarmaakten. Blanke verovering wordt gemythologiseerd tot welwillendheid. Wij brachten de beschaving naar Congo. Cet endroit laisse un sentiment étrange, un mélange de gêne, de surprise et d'incrédulité. Partout revient le même message. Au Congo, les Belges n'ont fait que de bonnes choses, de très bonnes choses. Ce message à usage interne s'adresse aussi au monde extérieur et dit en substance ceci. Reconnaissez donc l'œuvre civilisatrice de Léopold II au Congo. Reconnaissez la légitimité de la présence belge au Congo. On m'accuse d'avoir fait fusiller un indigène ligoté à un arbre. Je suis également accusé d'avoir mené une attaque contre un village, au cours de laquelle beaucoup de Noirs ont été tués. On m'accuse d'ailleurs, ainsi que 5 autres Blancs, d'avoir tué 150 personnes, d'avoir pendu en forme de croix des femmes et des enfants, ainsi que d'avoir coupé les organes génitaux et les têtes d'hommes pour les attacher aux palissades. There is no doubt that a lot of things happened in Congo Free State under King Leopold II that are clearly unacceptable, that are even scandalous. But one has to look at the sign of the times and the sort of none of the colonial powers in those days were really softies and had a fairly human approach. I mean, only look at what the Brits and the French and the Dutch who introduced slave trade or the Germans were doing. So it's not a period of which we can be very proud, but one has to look at it in a particular perspective of time and of history. Twintig jaar lang heerste Leopold over Congo. Maar in het laatste jaar van zijn bewind droeg hij zijn privédomein over aan België, dat het 50 jaar lang in zijn naam verder zou besturen. Et c'est ainsi qu'au cœur de l'Afrique noire, la Belgique réalise le rêve d'un grand roi. Er is geen plaats meer voor de koning. Congo is onafhankelijk. Leopoldville heet nu Kinshasa en Leopold staat bij iets groot. Après l'indépendance, il était encore là. Enfin, c'était une vraie provocation. Et puis enfin, est arrivé le jour où je suis là et je vois des jeunes gens tirer Léopold II. Une revanche, une joie de voir enfin ce scandale par terre. Là où il devait se trouver. Maar de vernietiging van een paar symbolen kan 50 jaar koloniaal bewind niet uitwissen. Na
Voilà, Léopold, roi Léopold. Ah, oui. Il y a Salagini. Adraki, mon condimonene, c'était un Belge, Oyo, à coloniser Bissot. Ah. Donc, Bissot n'a pas été à l'Ikambo. Bon, Azan, on a Bissot, il y a des motos à l'équipe, colonisation, on a Bissot, des motos à l'équipe, civilisation, et ça lié. Léopold schreef ooit. Een volk dat tevreden is met zijn land en zelfs voor het kleinste conflict terugdeinst, heeft niet de kenmerken van een superieur ras. In Brussel zijn de standbeelden van Leopold niet van hun voetstuk gehaald. De oude koning is nog altijd een symbool van soevereine macht en grootheid. Door de listige huwelijkspolitiek van zijn vader was Leopold verwant aan de belangrijkste koningshuizen van Europa. Queen Victoria was zijn tante, de Franse burgerkoning Louis-Philippe, zijn grootvader. Leopold I had niet veel tijd voor de jonge kroonprins. Hij schreef dat hij hem deed denken aan een wolf en noemde hem een kleine tiran. Zijn moeder vond dat hij met zijn grote haakneus op een roofvogel leek. I think his mother was rather insignificant there, and maybe also this explains a lot about his character. The lack of love, the lack of affection, which he compensated by saying that affection didn't bother him, or as he told at the end of his life when he was very unpopular, that he was not interested in popularity. Of course, this was a way of saying I'm very sad about the fact that I'm not popular. Leopolds gearrangeerde huwelijk met de 16-jarige aartshertogin Maria Henriette van Habsburg was een ramp. Volgens gravin Metternich was het een mésalliance tussen een stalknecht en een non. En met de non bedoelde ze Leopold. Het paar kreeg seksuele voorlichting van tante Victoria en oom Albert, die zelf 8 kinderen hadden. Leopold en Maria Henriette kregen 3 dochters. Hun zoon Leopold stierf jong, dus was er geen mannelijke opvolger. In het begin van zijn bewind verkondigde Leopold: mijn ambitie is België groter, sterker en mooier te maken. Hij vond dat er veel verbeterd kon worden. Leopold did always complain that Belgium was a small country with small people, but he certainly wasn't a small king. I mean, not only was he extremely tall, but I think he had enormous ambitions for himself. And I think he felt resentment about his relatively low and humble role within the Saxe-Coburg dynasty. I mean, he really wasn't very important compared with Victoria, compared with the Kaiser. And I think that he therefore felt that personally, if you like. I mean, he was somebody for whom l'état was definitely c'est moi, and therefore the elevation of Belgium was necessarily the elevation of himself. Net als zijn vader geloofde Leopold dat een kolonie de beste manier was om internationaal prestige te verwerven. Leopold I deed wel 50 pogingen om een kolonie te krijgen, tevergeefs. Zijn zoon had meer succes. Nog als kroonprins stuurde Leopold de Belgische minister van Financiën een stukje marmer van de Acropolis met het opschrift: België moet een kolonie hebben. Leopold moest en zou een kolonie kopen. Hij greep naast Sarawak, de Nieuwe Hebriden, de Fiji-eilanden en de Filipijnen. Hij kon bijna nergens meer terecht, behalve nog op 1 plaats. In 1865, bij het begin van zijn bewind, was Congo voor de Europeanen onbekend terrein. Voor Leopold was het de laatste kans. Hij wilde Congo tot elke prijs. De man die dat mogelijk moest maken was Henry Morton Stanley. Hij groeide op in een armenhuis in Wales en werd een van de grootste ontdekkingsreizigers van de 19e eeuw. Zijn expeditie door Afrika was de duurste die iemand ooit had ondernomen. Stanley trok van oost naar west en kwam Congo binnen langs de achterdeur. Geen enkele blanke man had ooit dit continent doorkruist. Stanley moest meer dan 10.000 kilometer te voet en per kano afleggen. Leopold wist, als Stanley daarin slaagde, zou hij Congo echt toegankelijk maken.
In de 19e eeuw was Londen het brandpunt van de kolonisatie. In het Claridge's Hotel probeerde Leopold ontdekkingsreizigers, geografen en militairen warm te maken voor zijn Congo-avontuur. Hij deed hetzelfde bij zijn tante, Queen Victoria. Hij zei, ik zoek mensen die interesse hebben om de beschaving naar Afrika te brengen. Terug in Brussel organiseerde hij een geografische conferentie. Hij liet het Koninklijk Paleis inrichten als een luxe hotel voor de deelnemers. Leopold superviseerde alles persoonlijk, tot in de kleinste details. Hij verklaarde dat hij met Afrika alleen humane en filantropische bedoelingen had. Congo zou profiteren van alle weldaden van de beschaving en het christendom. Meteen ook, omdat hij hier in een christelijk land zat, was dat ook maar goed meegenomen dat hij daar dan meteen wel het christendom wilde helpen propageren. Alhoewel wij toch weten dat hij zo geen overtuigd christen was. Maar goed, dat is een persoonlijke zaak. Elke deelnemer aan de conferentie kreeg een gesigneerd portret van de koning. Leopold wist heel goed hoe hij snobisme als wapen kon gebruiken. Het nieuws dat Stanley met succes Afrika had doorkruist, was voor de koning het teken om in actie te komen. In zijn slordige handschrift schreef hij aan een van zijn vleugeladjudanten dat hij zeker ook een stukje wilde van die prachtige Afrikaanse taart. Net als Leopold is Stanley vandaag allesbehalve populair in Kinshasa. Maar in 1887 was hij de man die de droom van de Belgische koning waar moest maken. Leopold richtte de Internationale Afrikaanse Associatie op, een soort filantropische organisatie. Stanley werd ingehuurd met de opdracht Congo voor te bereiden op een koning. La réputation de Stanley est celle d'un bâtisseur, d'un pacificateur, d'un constructeur. En réalité, ce qu'il a fait, c'est d'abord de casser, de briser, de détruire tout ce qui existait avant. Et à la place, c'est vrai qu'il construit quelque chose de nouveau, une logique marchande et une logique politique. Et ce nouveau système, il le met au service de l'Occident et en particulier au service du roi Léopold II. Stanley zorgde voor een vloot stoomboten, bouwde wegen en bruggen en zelfs een kleine spoorweg. Hij werd al gauw Bula Matadi genoemd, hij die rotsen stuk slaat. Maar zonder dat Stanley het besefte, veranderde Leopold de filantropische organisatie in een puur commerciële onderneming. Zijn Congo-associatie moest vooral winst maken. De koning vaardigde nieuwe bevelen uit. Hij wilde in officiële verdragen laten vastleggen dat Congo van hem was. Stanley moest ervoor zorgen dat de stamhoofden tekenden. Stanley's mannen gebruikten omkoperij en trucs om de Congolese chefs te overtuigen. Ze maakten hen wijs dat de blanke man zelfs macht had over de zon. It's unscrupulous though Leopold was. He realized that he needed to have some veil of legality. And Leopold was very clever. He'd investigated the precedents for this. He'd looked at the sultans of Sarawak. He'd looked at North American Indians. He'd looked even at some of the Indian treaties that the British had established. And he realized that with these bits of paper, if he ever came to be challenged, as he was later, over his authority over this territory, he would be able to produce these ostensible contracts. So Stanley was absolutely crucial in achieving that. Nadat hij de Afrikanen had misleid, wilde de koning de Europese landen ervan overtuigen dat hij recht had op deze uitgestrekte Afrikaanse kolonie. Dit keer niet met magie, maar met diplomatie. In 1884 waren de grote mogendheden in Berlijn het eens om Congo over te dragen aan de Belgische koning. Er waren geen Afrikanen uitgenodigd. Ce document, c'est l'acte général de la conférence du Congo, publié le 26 février 1885 à Berlin. Ce document est connu dans l'histoire comme étant l'acte général de la conférence de Berlin.
Léopold II, roi de België, n'était pas présent à Berlin? De conferentie gaf Leopold alles wat hij wilde. It's very remarkable to see that King Leopold managed to trick the great powers at that time. He promised that everybody would have access to that, that it would be free trade, that if there was anything to be gained, that everybody could participate in the loot. And there was quite some remorse afterwards in other countries that he got away with it. But he did. Le Congo est à peine reconnu par les grandes puissances comme propriété personnelle de Léopold II que le roi met en branle sa machine infernale. Dès le 1er juillet 1885, un décret stipule que toutes les terres vacantes, sont propriété de l'État. En 91 et en 92, d'autres décrets vont déclarer les produits de la forêt appartenant exclusivement à l'État. Et les indigènes ne peuvent pas les exploiter, sauf pour l'État. Donc, en un tour de main, Léopold II a dépouillé les Africains de tous leurs biens et transformé le Congo en un vaste camp de travail forcé. Om de orde te handhaven had de koning een leger nodig. Het werd een huurlingenleger van 16.000 manschappen, gerecruiteerd uit alle landen van Europa en uitgerust met moderne Belgische wapens. Toute l'entreprise de Léopold II repose sur une profonde contradiction. D'un côté, il veut réaliser ce rêve merveilleux qu'il a fait, ouvrir le corps du continent africain au commerce. Amener les Africains au christianisme, imprimer au Congo les marques du progrès de la civilisation. Mais sur le terrain, c'est le contraire. Partout, c'est la terreur qui règne, l'appât du gain. Partout, c'est la chasse à l'homme. Pour les Africains, c'est certainement la nuit la plus noire. Le rêve s'est transformé en cauchemar. In 1890 bezocht de zwarte Amerikaan George Washington Williams Congo. Hij was zo geschokt door wat hij zag dat hij een rapport met zijn bevindingen naar de Amerikaanse regering stuurde. Twee Belgische legerofficieren zagen van op het dek van hun stoomboot een kano iets verderop. De officieren wedden voor £5 dat ze de inboorling met hun geweren konden raken. 3 schoten werden afgevuurd. De inboorling viel dood neer, met 1 kogel door het hoofd. En de kano werd een drijvend graf. Williams stierf in Engeland op de terugreis naar Amerika, maar zijn verslag bleef bewaard. Het was de eerste gepubliceerde kritiek op de vrijstaat van de Belgische koning. Williams écrit au secrétaire d'État américain et décrit de manière parfaite les conditions de vie des Africains au Congo et utilise l'expression « Léopold II est responsable de beaucoup de crimes contre l'humanité ». Maar ondanks Leopolds soldaten en de werkkampmethodes bracht Congo nog altijd niet genoeg op. De kolonie kostte de koning handenvol geld. Hij werd al maar wanhopiger. Leopold werd gered door de groeiende vraag naar auto's en fietsen. Toen de Schotse dierenarts John Dunlop de eerste opblaasbare band uitvond, was er plotseling een enorme markt voor rubber. En Congo had rubber in overvloed. Een mirakeloplossing is uit de lucht gevallen als in 1893 men begonnen is met de rubberoogst. Hij kon dat niet voorspellen dat er daar rubber was en in zo'n grote mate. En dat die rubber ook enorme prijzen ging halen op de wereldmarkt. Dat kon hij niet voorspellen. In de jaren erna kwam er concurrentie van rubberplantages in Azië en Zuid-Amerika, maar voorlopig had de koning de markt voor zich alleen. Leopolds manier om zijn Afrikaans bezit rendabel te maken
was nog meer geweld gebruiken. Hele dorpen in de rubbergebieden werden gedwongen om slavenarbeid te verrichten. De inboorlingen kregen lijfstraffen als ze weigerden te werken of hun quota niet haalden.10 avril 1895. 6 indigènes tués. Village livré aux flammes. Déjeuner, puis retour. 17 avril 1895. Parti avec 80 hommes pour Bauru. Une quinzaine de personnes tuées. 25 avril. Arrivé à Iteke. Brûler le village, ainsi que Yambi. Ilongo. Brûler le village et tuer un indigène. Arrivé à Bakolo à 16 heures. Brûler. Arrivé à Yabumba à 11h40. Je fais brûler le village. Arrivé à Likombe à 3 heures. Tout à coup, nous sommes attaqués. 2 soldats sont tués à côté de moi. Après quelques instants d'une fusillade bien nourrie, les indigènes prennent la fuite en laissant 13 des leurs sur le terrain. Je fais mettre le feu aux cases. Oui, juin. Je me dirige ensuite sur Yamapete. Je fais incendier le village. Après un bon déjeuner, nous rentrons en triomphe à Bazoko, avec nos sanglants trophées. 10 juin, nous trouvons Yambisi. Nous envoyons plusieurs groupes de soldats battre la plaine. Ils reviennent quelques heures après avec 11 têtes et 9 prisonniers. Le 22 juin. En wilt u ons een berichtje zenden, kan dat op ram@vpro.nl. De sa tête. Jamais j'ai vu une telle expression de désespoir, d'effarement. Nous faisons incendier Yambisi. Ik denk dat inderdaad Leopold II morele verantwoordelijkheid draagt voor wat binnen het systeem waar hij achter stond en dat hij hem heeft georganiseerd, ja, dat hij daar de morele verantwoordelijkheid voor draagt natuurlijk, dat is duidelijk. Terwijl de Congolezen gebukt gingen onder het harde regime, verstevigde Leopold zijn reputatie als filantroop en humanist. De koning nam ook maatregelen tegen de Arabische slavendrijvers, die nog altijd een groot deel van zijn Congo controleerden. De Arabische campagne moest Congo zogenaamd bevrijden van de slavernij. Maar in feite schakelde Leopold op die manier ongewenste concurrentie uit. Het Koninklijk Legermuseum in Brussel stelt de Arabische campagne voor als een uniek historisch wapenfeit om trots op te zijn. Ook dit museum werd gebouwd in opdracht van Leopold. Leopold zorgde ervoor dat de Belgen die tijdens de campagne sneuvelden als martelaren van het vaderland werden afgeschilderd. Over de Congolezen die het slachtoffer werden van zijn koopmansgeest werd met geen woord gerept.
King Leopold certainly did not deliberately go into sort of murder or whatever. King Leopold was part of a regime and part of an economic sort of system that basically considered that part of the work as his private property and that he could rule as he wished. And King Leopold also, he was a man of vision. You can strongly disagree with his vision, but he did have a vision. And Congo, of course, whether you want it or not, but has meant a lot to the Belgian economy. So for Belgium, there has been huge benefits to the involvement in Central Africa. Rond de eeuwwisseling waren missionarissen de belangrijkste getuigen van de vreedheden. Wie in de rubberdistricten woonde, kon er gewoon niet naast kijken. Aanvankelijk schreven de missionarissen alleen naar elkaar over de vreedheden die ze op hun tochten hadden gezien. Maar na een tijd begonnen ze ook aan hun thuisbasis te rapporteren. The poor people are crying out against the cruel oppression of the state, and well they might. I can scarcely keep my tongue silent when I hear of and see such villainy. We are 700 miles from the coast, and the officers act as though they had a free hand and could do as they please. Their conduct is bringing disgrace on the name of civilization. De eerste missie in Congo was in Bolenge op de Evenaar, waar Stanley zijn eerste post gevestigd had. Die was niet Belgisch. De Britse en Amerikaanse protestantse zendelingen die zich er beijverden om Congolese zieltjes te redden, waren niet geneigd de wandaden met de mantel der discretie te bedekken. In 1895 kon een missionaris, die met verlof was in Londen, niet langer zwijgen. Maar hij deed zijn verhaal wel anoniem. Hij vreesde voor zijn leven als hij naar Congo terug zou keren. De missionarissen wisten inmiddels maar al te goed hoe streng de straffen waren die de staat oplegde. Ze zagen hoe dorpelingen tot bloedens toe werden afgeranseld met de chicot, een zweep van gedroogde neushoornhuid. Ze zagen hoe mannen met hete kopal werden doodgemarteld. Een missionaris beschreef hoe een soldaat ervan genoot brandend hars over het hoofd van een gevangene te gieten. La potence est dressée. La corde est attachée trop haut. On soulève le moricot et on lui passe le nœud coulant. La corde tourne pendant quelques instants, puis craque. L'individu est à terre qui gigote. Un coup de feu dans la nuque et le tour est joué. Pas la moindre impression cette fois. Et dire que la première fois que j'ai vu administrer de la chicotte, j'en ai pâli d'effroi. L'Afrique a du bon tout de même. J'irai au feu maintenant comme à une noce. De protestantse missionaris Schoeblum was de eerste die internationale ruchtbaarheid gaf aan het feit dat de handen van de inboorlingen werden afgehakt. When I crossed the stream, I saw some dead bodies hanging down from the branches in the water. As I turned my face away at the horrible sight, one of the native corporals who was following us down said, "Oh, that's nothing." A few days ago, I returned from a fight and I brought the white man 160 hands and they were thrown into the river. That was about the time that I saw a native killed with my own eyes. The soldier said, "Don't take it to heart so much. They kill us if we don't bring the rubber. The commissioner has promised us that if we have plenty of hands, he will shorten our service. I have brought in plenty of hands already, and I expect my service will soon be finished." Leopold's soldaten kregen het bevel de rechterhand van gedode Congolezen af te hakken. Voor elke raid kregen ze een aantal patronen, en om te bewijzen dat zij er geen hadden verspild, moesten ze voor elke kogel die ze hadden afgevuurd een rechterhand meebrengen. In elke legereenheid waren er soldaten die de afgehakte handen moesten roken om ze te bewaren.
De handen werden vervolgens naar de officieren gebracht om te laten zien dat de munitie goed was gebruikt. Basodaba meminga ina bakanga mimisusu na bikoro. Ba meminga ina bwato. Na bwato wana na moni ekolo moko. Ekolo wana etonda kiti na katikati na maboko bakata. Tango tokomaki na bikoro. Na moni na miso na ngai moko. Ndenge basoda balakisi ekolo etonda na maboko bakata na mondele oyo babengaka mesolo. Couper les mains n'a jamais été une de ces soi-disant coutumes étranges des Africains. Couper les mains, c'est une innovation créée et introduite au Congo par les agents de Léopold II. On the 14th of December 1895, Mr. Schoblum, Mrs. Banks and myself saw one of these sentries with a basket full of smoked hands. We got the sentry to stop and show us how many he had. He took them out of the basket and laid them in a row before us. 18 right hands of men, women and children. The sentry wanted to beat the woman who was carrying them for him, as he said there ought to be 19 and she had lost one. Surely the King of the Belgians cannot be cognizant of these barbarous proceedings on the part of his servants. Uit een vertrouwelijke brief van een hoveling aan de bewindvoerder in Congo Vrijstaat blijkt dat Leopold ten zeerste verstoord was omdat er zoveel kritiek was op de wandaden in Congo. Maar de brief bevat ook een citaat van de koning die toegeeft: ik weet dat er wreedheden worden begaan. Het heeft geen zin om het te ontkennen. I think one can assume that he knew, maybe not all the details, but that he knew that the system of exploitation of the rubber in the Congo had gruesome effects. The point is, did he consider it gruesome? Probably not. He thought this was the price that has to be paid for economic development or whatever. He didn't care very much. He thought that the profits were more important. Als de soldaten kogels hadden verspild, hakten ze de rechterhand af van levende Congolezen. Een kano met krijgsgevangenen en een mand met afgehakte handen hield halt bij een protestantse missiepost. De gevangenen vertelden dat een meisje van wie de hand was afgehakt nog leefde. Haar broer was een van hen. A mission boy told me that he'd heard one of the prisoners saying that his mother had been killed and that he recognized his young sister's hand in the basket. This mutilated child had fled into the bush with her mother and had stayed by her dead body. 3 days later, the child's father came to the mission, and Mr. Clark sent some men with the father, and they found the child and brought her to the mission. But 6 months later, the girl died. Bilan humain, rien ne l'exprime mieux que un adage des gens de l'Équateur. Beto febole iwo, le caoutchouc est la mort. En 1920, le Congo compte 10 millions d'habitants. Par rapport à 1880, c'est deux fois moins. Donc en 40 ans, le pays a perdu 10 millions de personnes globalement. Mais dans certaines localités, les pertes s'élèvent à 60, 70, 90%. Donc le caoutchouc a été la catastrophe. Jamais les peuples du Congo n'avaient connu un désastre pareil. De ergste misbruiken vonden plaats in de Evenaarsprovincie. Leopold had Congo verdeeld in afzonderlijke gewesten, elk onder controle van een commissaris, meestal aangesteld en betaald door het Belgische leger.
De Evenaarsprovincie werd bestuurd door Léon Fievé, een ambtenaar die de kwalijke reputatie had zonder scrupules, terreur en geweld te gebruiken om de rubberexport op te drijven. He collected rubber in enormous quantities, at a rate of 1 ton a day, it said. Common report on the Congo states that he caused more than 1,000 persons to be mutilated. It's also reported that he boasted of the cruelties. And certainly the result of them is evident to this day, for the people fled from the district in their thousands and have never returned. Léon Fievé was districtscommissaris in Equateurstad en hij schrijft dus in een rapport aan de gouverneur, zegt hij, kijk, ik heb 1300 mensen gedood. We hebben 162 dorpen volledig verwoest, er zijn brand gestoken, de plantaties van de mensen, de moestuintjes allemaal afgehakt, zodanig dat ze in feite gaan uithongeren. En zegt hij, de chefs hebben allemaal beloofd van rubber te leveren. We hebben hen gezegd dat ze dus een 1500 mandjes moesten brengen van ongeveer 15 kilo. Dus laten we zeggen een kleine 25.000 kilo per maand. En hij antwoordde dat. Hij zei, ik heb maar 3000 en zoveel cartouches verschoten. Toen generaal Wayi, de gouverneur-generaal van Congo, in 1896 een officieel bezoek bracht aan de Evenaarstreek, noemde zelfs hij Congo het land van de gruwel. Fievé lag niet wakker van het brute geweld. Hij begreep dat de staat er alleen was om winst te maken en dat alles draaide rond rubber. Voor Leopold was Fievé de ideale werknemer. Trouw, efficiënt en vindingrijk. Je réunis les chefs des villages voisins et leur ordonne de me rapporter un certain nombre de chikwang, du poisson, etc. Au jour convenu, pas de chikwang. Devant cette mauvaise volonté manifeste, je leur fais la guerre. Un exemple suffit, sans tête tranchée, et depuis lors les vivres abondent dans la station. Mon but est en somme humanitaire. Je supprime 100 existences, mais cela permet à 500 autres de vivre. Bendo baso basengeli kuyeba fieve lokola satana yikwatel namonaki nazalaki elenge soda mololo kubatela mboka boyeka kukamata moleka monene kokotso okati na yango batu zomi bakangamaki kukamata mabanga minene, kukangama na moleka monene, kutindika, pe kubwaka kuibali. Kuya ya matupe, mama kambu mingi, mabe mabutami. Yangu wana, tulingi kuyoka kumbu ena lisusu te. J'imagine ce que ça a dû être pour ces gens, avec leur manière d'être et leur genre de vie, de voir brusquement, sans raison, sans explication, des gens qu'on ne connaît pas, à qui on n'a pas demandé de venir ici, voir brusquement ces gens ici faire des choses qui n'avaient absolument aucune explication. Ça, je crois que c'est le grand problème, c'est à la fois les atrocités, et surtout, quel sens donner à ces atrocités? Ça n'avait pas de sens et c'était complètement absurde. Et je crois que aujourd'hui, je ressens le choc que ces gens-là ont dû subir devant des choses aussi insensées, aussi absurdes. Pourquoi? Pourquoi nous? Pourquoi ici? Pourquoi maintenant? Volgende week zien we hoe Leopold II nu precies. Ora, direct verzekeren, bankieren en beleggen. Direct resultaat. Probeer nu ook Activia Vezel met heerlijke stukjes kiwi. Ze zeggen dat het onmogelijk is om Heinz ketchup te verbeteren. Dat vinden wij eigenlijk ook. En daarom hebben we in plaats daarvan de verpakking verbeterd. Kijk, goede dosering met een dop die perfect schoon blijft. Nee, deze verhaalt echt niet hoor. Ja, dat heb je met secondenlijm. Ah, daar hadden we over gebeld. Voor de slaapkamer, hè?
naar voren en naar achter. Ik ken hem zelf ook. Tussen 3 en 4, 25% korting op al onze sanitair en minkramen. Jubileumzegels. En, hoe ging het? Best druk. In je eentje. Jullie hadden ook een drukke dag vandaag, hè? Karten, steengrillen. En probeer ook de ketchup-varianten Hot en Mexican met perfect schone doseerdop. Albert Heijn is de enige supermarkt met wel 13 soorten scharreleieren. Deze bijvoorbeeld is van een maiskip, deze is van een Colombian blacktail kip en deze is van een graskip. En deze is van... Ja, van wie zou die nou zijn? Met Albert Heijn geef je kleur aan het paasontbijt. Alle 13 soorten eieren, nu met 20% korting. Dus ik dacht, wip even langs. Ik heb de vorige keer ook zo geweldig genoten. Geweldige noten. Nieuw, Frederik Ambor. Frisse, smeuïge kaas met geweldige noten. Trouwens, ik heb mijn haar gedaan. Blond. Naast onze eieren hebben we ook Witte Reus in de aanbieding. Deze week kosten 2 verpakkingen maar 6,79. Kijk voor meer aanbiedingen in de AH-bonus. Vindt commandant Karremans dat hij in Srebrenica tot het uiterste is gegaan? Ja, toen wel. Zijn Canadese collega generaal Dallaire vindt dat hij heeft gefaald. In fact, there's no responsible position to take by saying, well, I did the best I could. Karremans wordt bedreigd en is gevlucht uit Nederland. Ik ben mijn eigen land ontvlucht en dat vind ik heel erg. Morgenavond bij de Icon Factor over de schuldvraag. Dit is het verhaal van Leopold II, de Belgische koning die het Afrikaanse Congo als zijn persoonlijk bezit beschouwde. Zijn schrikbewind kostte miljoenen Congolezen het leven. Kijkt u naar een vergeten koloniale geschiedenis in de donderdagdocumentaire Witte Koning, Zwarte Dood. Een serie door missionarissen gemaakte foto's zorgde aan het eind van de 19e eeuw in Engeland voor een enorm schandaal. De verminkingen waren tegen een witte achtergrond gefotografeerd om de impact zo groot mogelijk te maken. De kinderen kwamen uit Congo, maar de man die van de gruweldaden werd beschuldigd was blank, Europees en van koninklijke bloede. Duizenden zwarte stierven voor de rijkdom en de roem van Leopold II. De koning der Belgen, die door de Amerikaanse schrijver Mark Twain vergeleken werd met Attila, Genghis Khan en Ivan de Verschrikkelijke. Leopold was de eigenaar van 2,5 miljoen vierkante kilometer Midden-Afrika en soeverein heerser over zo'n 20 miljoen Afrikanen. In de jaren 1880 en 90 kreeg de wereld behoefte aan rubber voor de nieuwe fiets- en auto-industrie. En Leopolds kolonie, Congo Vrijstaat, had de grootste voorraad rubber ter wereld. De koning was op goud gestoten, een ader van zwart goud. Hij was vastbesloten om zo snel mogelijk zoveel rubber naar Europa te halen als hij kon. This rubber traffic is steeped in blood. And were the natives to rise and sweep every white person on the upper Congo into eternity, there would still be left a fearful balance to their credit. Hoe langer de koning in zijn vrijstaat als een absolute despoot regeerde, hoe meer de bewijzen zich tegen hem opstapelden. Zendelingen, reizigers en slachtoffers lieten hun protest al maar luider klinken. Nasima mikolo misato, tozonge na mboka, tomoni bibembe. Libanda ya lopango, ezinga ndako ya nkumu.
tomoni na singa moko bakangi na katikati ya zete mibale makata sambo euti ya epai ya mobali singa wana ekangamaki na likolo Het was heel verrassend voor die tijd dat er stemmen opgingen om Leopold voor het nieuwe internationale gerechtshof in Den Haag ter dood te veroordelen. Als de mogelijkheid tot gerechtelijke vervolging op internationaal vlak zou bestaan, dan zou er beslist een zware aanklacht komen tegen deze vorst die zichzelf onder valse voorwendsels niet verrijkte met een beetje geld, maar zich een heel rijk toe-eigende. Leopold werd niet ter dood veroordeeld. Integendeel, hij werd voorgesteld als een groot humanistisch koning en beschaver. Het Congo van Leopold was een gevangenisstaat. De Afrikanen kregen geen rechten, geen eerlijke behandeling en geen enkele vrijheid. Ze dienden alleen om een vraatzuchtige Europese koning te dienen. Duizenden kilometers verderop huldigde Leopold het principe dat het doel altijd de middelen heiligt. En het doel was geld verdienen. Het lijden van de Afrikanen was van geen belang. A Belgian officer had been dispatched with a force of some 50 or 60 men to capture a chief. In rummaging in the huts for plunder, they came upon two women, a mother and daughter, who had not had the time to get away. They were brought up before the officer, who demanded of them where the chief was in hiding. They either did not know or would not tell. He ordered them to be secured and laid out on the ground. And a stalwart soldier then proceeded to administer 50 strokes of the shakot to each. The flogging continued until each had received 200 lashes. Finally, this Belgian officer ordered his men to cut off the breasts of the women and left them to die where they lay. In het begin van zijn bewind verkondigde Leopold: Mijn ambitie is België groter, sterker en mooier te maken. Hij vond dat er veel verbeterd kon worden. Leopold did always complain that Belgium was a small country with small people, but he certainly wasn't a small king. I mean, not only was he extremely tall, but I think he had enormous ambitions for himself. And I think he felt resentment about his relatively low and humble role within the Saxe-Coburg dynasty. I mean, he really wasn't very important compared with Victoria, compared with the Kaiser. And I think that he therefore felt that personally, if you like. I mean, he was somebody for whom l'état was definitely c'est moi. And therefore the elevation of Belgium was necessarily the elevation of himself. Net als zijn vader geloofde Leopold dat een kolonie onontbeerlijk was om internationaal prestige te verwerven. Leopold I deed wel 50 pogingen om een kolonie te krijgen. Tevergeefs. Zijn zoon had meer succes. Leopold moest en zou een kolonie kopen. Hij greep naast Sarawak, de Nieuwe Hebriden, de Fiji-eilanden en de Filipijnen. Hij kon bijna nergens meer terecht, behalve nog op één plaats. In 1865, bij het begin van zijn bewind, was Congo voor de Europeanen onbekend terrein. Voor Leopold was het de laatste kans. Hij wilde Congo, tot elke prijs. De man die dat mogelijk moest maken was Henry Morton Stanley. Hij groeide op in een armenhuis in Wales en werd een van de grootste ontdekkingsreizigers van de 19e eeuw. En ook een van de ruwste. Zijn expeditie door Afrika was de duurste ooit. Stanley trok van oost naar west en kwam Congo als het ware binnen langs de achterdeur. Geen enkele blanke man had ooit dit continent doorkruist. Stanley moest meer dan 10.000 kilometer te voet en per kano afleggen. Leopold wist dat als Stanley daarin slaagde, hij Congo echt toegankelijk zou maken.
Het nieuws dat Stanley met succes Afrika had doorkruist was voor de koning het teken om in actie te komen. In zijn slordige handschrift schreef hij aan een van zijn adjudanten dat hij beslist ook een stukje wilde van die prachtige Afrikaanse taart. Met listige diplomatie en regelrechte leugens overtuigde de koning de Europese landen ervan dat hij recht had op deze uitgestrekte Afrikaanse kolonie. Het was een meesterzet. In 1884 waren de grote mogendheden in Berlijn bijeen om Congo over te dragen aan de Belgische koning. Er waren geen Afrikanen uitgenodigd. Ce document, c'est l'acte général de la conférence du Congo, publié le 26 février 1885 à Berlin. Ce document est connu dans l'histoire comme étant l'acte général de la conférence de Berlin. Léopold II, roi de Belgique, n'était pas présent à Berlin. De conferentie gaf Leopold alles wat hij wilde. It's very remarkable to see that King Leopold managed to trick the great powers at that time. He promised that everybody would have access to that, that it would be free trade, that if there was anything to be gained, that everybody could participate in the loot. And there was quite some remorse afterwards in other countries that he got away with it. But he did. Le Congo est à peine reconnu par les grandes puissances comme propriété personnelle de Léopold II que le roi met en branle sa machine infernale. Dès le 1er juillet 1885, un décret stipule que toutes les terres vacantes, sont propriété de l'État. En 91 et en 92, d'autres décrets vont déclarer les produits de la forêt appartenant exclusivement à l'État. Et les indigènes ne peuvent pas les exploiter, sauf pour l'État. Donc, en un tour de main, Léopold II a dépouillé les Africains de tous leurs biens et transformé le Congo en un vaste camp de travail forcé. Om de orde te handhaven had de koning een leger nodig. Het werd een huurlingenleger van 16.000 manschappen, uitgerust met moderne Belgische wapens. De schrijver Joseph Conrad was er vanaf het begin van de Congo-vrijstaat bij. Hij schreef zijn belevenissen op voor zijn boek Heart of Darkness. Ze grepen wat er te grijpen was, gedreven door hebzucht. Het was pure diefstal met geweld, moord op grote schaal. Het werk van de machten der duisternis. Bangoba zakina mindok. Okoki kobuna na yete. Bakobete bino masase lokola nyama. Koboma bato ebele, 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 ebele. Bakovanda ndakote. Bakovanda ka obele kuna bui. De verovering van de aarde, wat meestal niet meer voorstelt dan het stelen ervan van degenen die een andere huidskleur hebben of wat plattere neuzen dan wijzelf, is niet zo'n mooie zaak als je het van wat dichterbij bekijkt. Maar ondanks Leopolds soldaten en de werkkampmethodes bracht Congo nog altijd niet genoeg op. De kolonie kostte de koning handenvol geld. Hij werd al maar wanhopiger. Leopold werd gered door de groeiende vraag naar auto's en fietsen. Toen de Schotse dierenarts John Dunlop de eerste opblaasbare band uitvond, was er plotseling een enorme markt voor rubber. En Congo had rubber in overvloed. Later zou er concurrentie komen van rubberplantages in Azië en Zuid-Amerika. Maar voorlopig had de koning de markt voor zich alleen.
Hij wilde zoveel mogelijk rubber naar Europa krijgen voordat de concurrentie toenam. En meer rubber betekende meer doden. Leopold combined the mind of a businessman and entrepreneur on one side and the mind of a political megalomaniac on the other side. And the two are very much linked together. Certainly, in that time, the second half of the 19th century, there's a clear link between economic power and political power. If you wanted to mean something, you had to have a lot of money. And that was what he intended to do with the Congo. Leopolds manier om zijn Afrikaans bezit rendabel te maken was nog meer geweld gebruiken. Hele dorpen in de rubbergebieden werden tot slavenarbeid gedwongen. De bewoners kregen lijfstraffen als ze weigerden te werken of hun quota niet haalden. De heerschappij van de terreur was begonnen. April 1895. 6 indigènes tués. Village livré aux flammes. Déjeuner, puis retour. 17 avril 1895. Parti avec 80 hommes pour Bauru. Une quinzaine de personnes tuées. 25 avril. Arrivé à Iteke. Brûler le village, ainsi que Yambi. Ilongo. Brûler le village et tuer un indigène. Arrivé à Bakolo à 16 heures. Brûlé. Arrivé à Yabumba à 11h40. Je fais brûler le village. Oui, juin. Je me dirige ensuite sur Yamapete. Je fais incendier le village. Après un bon déjeuner, nous rentrons en triomphe à Bazoko avec nos sanglants trophées. 10 juin. Nous trouvons Yambisi. Nous envoyons plusieurs groupes de soldats battre la plaine. Ils reviennent quelques heures après avec 11 têtes et 9 prisonniers. Le 22 juin, on nous amène 3 prisonniers dans la matinée. 3 autres vers le soir et 3 têtes sont apportées. Un homme de Bomané parcourant la forêt en appelant un grand cri sa femme et son enfant égaré reçoit une balle d'une de nos sentinelles. On nous apporte sa tête. Jamais j'ai vu une telle expression de désespoir, d'effarement. Nous faisons incendier Yambisi. Ik denk dat inderdaad Leopold II morele verantwoordelijkheid draagt voor wat binnen het systeem waar hij achter stond en dat hij heeft georganiseerd. Ja, dat hij daar morele verantwoordelijkheid voor draagt, natuurlijk. Dat is duidelijk. Rond de eeuwwisseling waren missionarissen en zendelingen de belangrijkste getuigen van de wreedheden. Wie in de rubberdistricten woonde, kon het gewoon niet ontgaan. On December the 23rd, 1893, the state sent down some canoes under cover of night to the town of Ikengo. The people were quietly sleeping in their beds when they heard a shot fired and ran out to see what was the matter. Finding the soldiers had surrounded the town, their only thought was to escape. As they ran out of their homes, men, women, and children, they were ruthlessly shot down. Their town was utterly destroyed and is a ruin unto this day. The only reason for this fight was that the people had failed to bring in food to the state upon that one day. In 1895 kon een missionaris, die met verlof was in Londen, niet langer zwijgen. Wat hij op zijn reizen had gezien was erger dan hij zich ooit had kunnen voorstellen. Zijn rapporten verschenen eerst in een missietijdschrift, maar vonden snel hun weg naar de internationale pers. Aanvankelijk anoniem, want hij vreesde voor zijn leven als hij naar Congo terug zou keren.
De Zweedse zendeling Sjöblom was de eerste die internationale ruchtbaarheid gaf aan het feit dat de handen van de inboorlingen werden afgehakt. When I crossed the stream, I saw some dead bodies hanging down from the branches in the water. As I turned my face away at the horrible sight, one of the native corporals who was following us down said, "Oh, that's nothing." A few days ago, I returned from a fight and I brought the white man 160 hands, and they were thrown into the river. That was about the time that I saw a native killed with my own eyes. The soldier said, "Don't take it to heart so much. They kill us if we don't bring the rubber." The commissioner has promised us that if we have plenty of hands, he will shorten our service. I have brought in plenty of hands already, and I expect my service will soon be finished. Leopold's soldaten kregen het bevel de rechterhand van gedode Congolezen af te hakken. Voor elke rooftocht kregen zij een aantal patronen. En om te bewijzen dat ze er geen hadden verspild, moesten ze voor elke kogel die ze hadden afgevuurd een rechterhand meebrengen. Maar Boko Hana, Kokata, Awa, Oyo Bakata Kriboso, Kokata Maboko, Awa. Bongo Bitumba. Oh, ba mindele ba memaki na bino bo bundaki na bangoto. Ah, obu na mindele uzo makashi wapi. Makashi ute pale. Mindele ya kautu ba zaki penda batu mabe. Mabe, mabe ndi mabe. Mabe, luta tuko luta mabe. Kokoto na zamba, wakoto na zamba te, bokubika wapi. Yari kikamu mnene. Bongo wana bazo senga bome melaka bango kaututa nyoso. Nyoso! Kaushuto mono kimpasu mpenza. In elke legereenheid waren er soldaten die de afgehakte handen moesten roken om ze te conserveren. De handen werden vervolgens naar de officieren gebracht om te laten zien dat de munitie goed was gebruikt. On the 14th of December, 1895, Mr. Sjöblom, Mrs. Banks and myself saw one of these sentries with a basket full of smoked hands. We got the sentry to stop and show us how many he had. He took them out of the basket and laid them in a row before us. 18 right hands of men, women and children. The sentry wanted to beat the woman who was carrying them for him, as he said there ought to be 19 and she had lost one. Surely the king of the Belgians cannot be cognizant of these barbarous proceedings on the part of his servants. Uit een vertrouwelijke brief van een hoveling aan de bewindvoerder in Congo-Vrijstaat blijkt dat het Leopold ontzettend stoorde dat er zoveel kritiek was op de wandaden in Congo. Maar de brief bevat ook een citaat van de koning die toegeeft: "Ik weet dat er wreedheden worden begaan. Het heeft geen zin om het te ontkennen." Tango Mundela yaki na basudana yepo na koba mabiso. Na kima kina mwana nanga ya mobali na mapeka. Lisasi moko elelela kingai na litoi. Ezwa kingai ete kasi na kwei na mabele. Tango na telemi, na sundoli mwana na ngai pona koka kokima mbangu. Tango na zongi na ndako, ndeko na ngai ya mobali azaleki kukumba mwana na ngai na maboko. Basiko kata yelo boko moko, na likolo. Na tika liko salisa ye. Het rubber uit Congo kwam aan in Antwerpen. Volgens een legende is de naam van de stad afgeleid van de strijd tussen een Romeins soldaat en een reus die ook de gewoonte had om handen af te hakken.
Een verband tussen afgehakte handen als symbool van de stad en de geschiedenis van Congo wordt in Antwerpen zelden gelegd. Het lijkt alsof de misdaden in Congo vergeten zijn, of erger, nooit gebeurd zijn. Rien ne l'exprime mieux que un adage des gens de l'Équateur. Beto febole iwo, le caoutchouc est la mort. En 1920, le Congo compte 10 millions d'habitants. Par rapport à 1880, c'est deux fois moins. Donc en 40 ans, le pays a perdu 10 millions de personnes globalement. Mais dans certaines localités, les pertes s'élèvent à 60, 70, 90%. Donc le caoutchouc a été la catastrophe. Jamais les peuples du Congo n'avaient connu un désastre pareil. De rijkdom ontrukken aan het binnenste van het land, dat was hun verlangen. Met geen ander doel voor ogen dan dat van dieven die een brandkast kraken. Leopold stond onder grote druk om zijn Congo open te stellen voor internationale handel, zoals was afgesproken op het congres van Berlijn. Leopolds antwoord op die toenemende druk was exemplarisch. Hij gaf nieuwe concessies uit en beweerde dat hij Congo zo openstelde voor buitenstaanders. Maar hij zorgde er wel voor dat zijn mannen in de raad van beheer van de nieuwe maatschappijen zetelden en dat hij 50% van hun winst opstreek. Een van die concessies werd toegekend aan Abir, de Anglo-Belgian Rubber Company in Bassankoussou. Hier werd het rubber gedroogd voordat het naar Antwerpen werd verscheept. De concessiehouders hadden intussen nieuwe methodes ontdekt om hun winsten te verhogen. Leopolds nieuwe maatschappijen hielden de vrouwen van de arbeiders gegijzeld op de plantages. De vrouwen werden alleen vrijgelaten als hun mannen voldoende rubber hadden geproduceerd. Dit gijzelingssysteem werd door de concessiemaatschappijen ingevoerd met medeweten van de staat en van de koning zelf. Op officiële formulieren werden de namen van de gegijzelde vrouwen genoteerd, evenals details over hun gezondheid en hoe lang ze moesten worden vastgehouden. Deze handelwijze werd zodanig geïnstitutionaliseerd dat ieder bedrijf een officiële licentie kreeg om vrouwen naar willekeur gevangen te nemen. Les femmes prises à la dernière palabre d'un couetra me donnent du fil à retordre. Tous les soldats voudraient en avoir une. Les sentinelles chargées de la surveillance des chaînes libèrent les plus jolies et les violent. Toen een missionaris aan een stamhoofd vroeg hoeveel vrouwen er gegijzeld waren, antwoordde hij: tel de zandkorrels, blanke man. Lokwa, Lomwanza. Dès qu'il le dit.
Congo-Vrijstaat kende elke 2 weken het moment van de waarheid, als het rubber moest worden ingeleverd. De staat had het over de rubberoogst en de rubbermarkt, maar de werkelijkheid was totaal anders. Voor de arbeiders betekende het dat ze ofwel hun vrouw terugkregen, ofwel zwaar gestraft werden. Soms zelfs met de dood, als ze te weinig rubber hadden getapt. Voor de agenten was dit het moment waarop ze hun commissie konden uitrekenen. En voor de koning was dit het bewijs dat zijn nieuwe maatschappijen hem nog rijker maakten. Het uitpersen van Congo was uitermate winstgevend. Aandelen in de nieuwe bedrijven die voor 4 pond werden gekocht, waren 6 jaar later 335 pond waard. Leopolds greep op de rubbermarkt duurde ruim 10 jaar, tot de plantages in Azië en Zuid-Amerika serieuze concurrenten werden. De winst ging volledig naar België. Hoeveel daarvan nu nog in handen is van de huidige koninklijke familie, daar kan alleen maar naar gegist worden. Leopold zei ooit over zijn kolonie: "Wat ik daar doe is mijn christelijke plicht tegenover de Afrikanen. Ik wil geen enkele frank terug van al het geld dat ik daar heb geïnvesteerd." In het begin van de 20e eeuw werd de koning voor het eerst geconfronteerd met ernstige kritiek op het beleid in zijn privéstaat. Het protest kwam uit Londen. In 1900 paraît dans The Speaker une série d'articles qui constituent un événement. L'auteur, visiblement très bien informé, avance des faits, des certitudes, pas des insinuations. Le coup est très bien joué parce que les articles sont anonymes, ce qui suscite une curiosité générale. Qui est l'auteur? Que veut-il? L'auteur de ces articles, c'est Edmund Dean Morrell. Edmund Dean Morrell was de grote gangmaker. Hij begon zijn loopbaan als expeditieklerk en werd Leopolds felste tegenstander. Hij is een van de meest onderschatte helden uit de geschiedenis. Hij was dan wel niet van koninklijke bloede, maar hij was een meer dan geduchte tegenstander. Een scheepvaartmaatschappij in Liverpool zorgde voor het transport van de Congolese rubber. Daar kreeg Morrell zijn eerste baan. Maar hij stapte over naar de journalistiek en ontpopte zich snel tot een expert in Afrikaanse aangelegenheden. Because he's working in the West African trade, he specializes in West African news. So he's somebody who becomes a specialist and expert in West and Central African affairs. And when he becomes chief clerk to the Congo business, he's somebody who does a lot of to and froing between Antwerp and Liverpool, because Antwerp is where a great deal of the Congo trade is unloaded. In de haven van Antwerpen begon Morrell zijn zoektocht naar de waarheid over Leopolds Vrijstaat. Ik ben, schreef hij, op een geheim genootschap van moordenaars gestoten met een koning als deelgenoot. Morrell est un expert du commerce colonial. Il est le premier à travailler sur les documents officiels de l'État indépendant du Congo et à faire parler ses propres statistiques. Avec lui, la protestation morale contre Léopold II cède la place à l'analyse du système et une analyse implacable. Puisque l'argent n'entre pas au Congo comme investissement ou comme salaire, une seule chose peut expliquer les quantités de caoutchouc et d'ivoire qui augmentent. Cette chose, le cœur du système léopoldien, c'est le travail forcé. Hij verhuisde naar Harden in Wales, zegde zijn baan op en begon een persoonlijke campagne tegen de Belgische koning. In 6 maanden tijd stuurde hij 15.000 brochures en 3700 brieven rond. Binnen een jaar had Morrell zijn eigen krant, de West African Mail. Daarin lanceerde hij een internationale protestactie tegen Leopold. Vanuit zijn redactie in Liverpool probeerde Morrell ook de missionarissen te mobiliseren. Een van de eerste die zijn stem verhief was Charles Banks. We heard a report that the state soldiers had attacked the village of Bandaka Wajiko.
because the rubber was not of the best quality. In a little shed lay one of my late school children, a promising young lad. I lifted the leaves by which he was covered and saw that his right hand had been cut off. I then went through the village and saw the people burying their dead. I counted over 20 bodies and newly filled graves. All the bodies had the right hand cut off. Morel recherche l'efficacité. Pour réussir, il a besoin de tout le monde, de toutes les forces morales, spirituelles, matérielles. Alors, peu importe ses propres convictions religieuses, il a besoin des missionnaires, il les gagne à sa cause. Peu importe ses idées sociales, il a besoin des hommes d'affaires, il les rallie à lui. En réunissant tout ce monde autour de lui, il se révèle un très habile tacticien politique. Ruim 10.000 kilometer verderop had Morel nu een nieuwe bondgenoot. Het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken werd overspoeld met brieven. De Britten, die beseften dat de Afrikaanse goudmijn aan hun neus voorbij was gegaan, hadden een consul aangesteld voor Congo-Vrijstaat. En die was meer dan verontwaardigd. Kapitein van Kerkhoven vertelde me dat hij de plaatselijke soldaten 5 koperen staven betaalde voor elk mensenhoofd dat ze hem brachten tijdens militaire missies. De consul was Roger Casement, een man met 20 jaar ervaring in Afrika. In 1903 reisde Casement 2 maanden rond in Opper-Congo. Morel's campagne had de Britse regering er min of meer toe gedwongen een officieel onderzoek in te stellen. Overal waar Casement kwam, praatte hij met Afrikanen en noteerde hun ervaringen. Mondele, Azalaki Koloba. Nabasoda baye. Bozali kubomaka kabasi kasi mibalite. Bola kisate bozali kuboma pe mibali. Tango bazalaki kobete biso masasi. Bazalaki kokata nzoto ya biso. Poya komemele mondele. Ungambo ya ye, azalaki koloba, ya solo bobomi mibali. Op een strand bij het Tumba Meer noteerde Casement hoe de beide handen van een jongen werden afgehakt door soldaten, terwijl een blanke officier, bijgenaamd Ikatankoi, de luipaardklauw, stond toe te kijken. De blanke man, Ikatankoi, was niet ver weg en kon zien wat ze deden. Ikatankoi dronk palmwijn terwijl zijn soldaten de handen van de jongen er met hun geweerkolven tegen een boom afsloegen. De jongen heette Mola. Morel publiceerde zijn foto's in de West African Mail. Casement was zo geschokt door alles wat hij had gezien dat hij op de dag van zijn terugkeer naar Engeland een scherpe protestbrief bij de gouverneur-generaal liet bezorgen. Ook al wist hij dat hij daardoor nooit meer zou kunnen terugkeren. Morel besloot de druk verder op te voeren. De Vereniging voor de Hervorming van Congo, de eerste mensenrechtenbeweging in de geschiedenis, slaagde er vanuit Liverpool in de politieke en publieke opinie te mobiliseren. Lorsqu'en 1904 Morel fonde l'Association pour la Réforme du Congo, il vient de lancer le premier mouvement humanitaire du 20e siècle, dont il va faire d'ailleurs une formidable machine pour soulever l'opinion. C'est lui qui, à partir de Liverpool, va l'étendre sur toute la Grande-Bretagne. C'est grâce à ses efforts que le mouvement va déborder sur le continent européen. C'est encore lui qui va l'implanter aux États-Unis et en faire un mouvement transatlantique. Donc, grâce à Morel,
l'Association pour la réforme du Congo devient une gigantesque coalition absolument irrésistible. Op openbare bijeenkomsten in het hele land klaagde Morel's Vereniging voor de Hervorming van Congo de vreedheden van Leopold Congo Vrijstaat aan. Er werd zelfs speciaal een hymne gecomponeerd. Britten, word wakker. Laat je woede opflakkeren en in je ziel een vuur aanwakkeren. Laat je verontwaardiging klinken, luid en hard. Dan kent het verdrukte Congo straks een nieuwe start. He was a genius propagandist. He really dragged the issue to the center of the international stage. He had the brilliant idea in 1906, when his book Red Rubber was published, of putting on the front of it a picture drawn from the Egyptian Book of the God of souls being weighed in the scales. And in one pan of the scales, they had a picture of Leopold in all of his regal regalia. And on the other side, they had a simple black hand, a severed hand. And that's an extraordinary symbol, really, of a movement. That is really how to imprint something on people's understanding, to sum it all up in a single image. And so I think that, you know, he really is one of the fathers of investigative journalism and of pressure group politics and of 20th century humanitarianism. Morel wachtte met spanning op de publicatie van Casement's rapport. Toen het uitkwam, was hij niet teleurgesteld. Het rapport telde meer dan 50 pagina's. De Britse minister van Buitenlandse Zaken noemde het bewijsmateriaal van de pijnlijkste soort. Voor Leopold was het de fatale klap. Ce haut fonctionnaire britannique ne se contente pas d'établir la preuve des atrocités. Il montre que ces atrocités font partie d'un système qui, par sa durée dans le temps, son étendue dans l'espace et sa répétition est très certainement le pire des systèmes coloniaux que l'Afrique ait connu. Het rapport van Casement bracht de koning zo in het nauw dat hij een ernstige fout maakte. In 1904 stuurde hij zijn eigen internationale onderzoekscommissie naar Congo. Hij dacht dat hij ook die kon manipuleren, maar hij vergiste zich. Hij had niet gerekend op de vastberadenheid van John Harris, een missionaris in Badinga. Harris en zijn vrouw hadden een missie opgezet in het midden van een concessiegebied. Elke dag werden ze geconfronteerd met de wreedheden tegen de inheemse bevolking. Daarom begon Harris zijn eigen oorlog. To His Excellency the Vice Governor General. I have just returned from a journey inland to the village of Nsongo Umboyo. The abject misery and utter abandon is positively indescribable. A few months ago, Monsieur Pile took his sentries there. A young woman, Imanega, was tied to a forked tree and chopped in half with a machete. Beginning at her left shoulder, chopping through the chest and abdomen and out at the side. It was in this way the sentries punished the woman's husband. I was so moved, Your Excellency, by these people's stories that I took the liberty of promising them in the name of the Congo Free State that in future you will only kill them for crimes. Honderd jaar geleden kwamen twee stoomboten aan in Badinga. Met aan boord rechters, secretarissen, ambtenaren en soldaten. Leopold's internationale commissie was aangekomen. De koning had de rechters van de commissie met grote zorg uitgekozen om de uitslag van hun onderzoek naar zijn hand te kunnen zetten. Maar Harris had een heleboel Congolese getuigen verzameld. De dorpelingen bevestigden de beschuldigingen van Casement en Morel. En wat nog erger was voor de koning, Harris had met Morel afgesproken de getuigenissen wereldkundig te maken. Tango tokomaki na mboka Bolima, nkumu ise kifaso.
azalaki na kati ya ndako na ye. Babomaki ye na kapita Iseki Toki. Esika moko babomaki pe basi mibale ya Iseki Faso, na mwana moko ya muke. Bakataki ye na eteni mibale, bafungoli pe libumu ya mwasi moko. Totiti mabumu ya mwana oyo tobomaki likolo ya bandako. Totie pe likolo ya banzete ya mike, mabumu ya mwana wana. Tango tozongi na baringa, mundela pengoli basinzili nyonso. Atoni bango po anini, babomi batu mususu te, pe po anini bakangi ata mutu te. Drie maanden lang verzamelde de koninklijke commissie bewijzen voor haar rapport. Eén incident was opmerkelijk. Lontulu, stamhoofd van een dorp dichtbij Baringa, kwam onaangekondigd langs. Hij had 110 takjes meegebracht. Ieder takje stond voor een dorpeling die door de staat was vermoord. Terwijl hij ze één voor één voor de rechters neerlegde, gaf hij elk takje een naam. Wato, chef Yembe, Kumu Yang, Kumu Mai, Kumu Binzo, Mwana Kwang. De overheid vergaf het Lontulu nooit. Enkele weken later werd hij doodgefolterd. Maar toen de commissie Congo eindelijk verliet, pleegde de gouverneur-generaal zelfmoord. Hij sneed zich met een scheermes de keel door. John Harris naar Engeland terugkwam, vroeg een journalist hem of het nieuwe internationale gerechtshof in Den Haag Leopold tot de strop moest veroordelen. Harris antwoordde: elk internationaal gerechtshof met dezelfde macht als een strafrechtbank zou alleen al met het bewijs van de commissie de verantwoordelijke naar de galg sturen. Het verslag van de commissie stelde Casement en Morel in het gelijk. En toen het gepubliceerd werd, zorgde het ook voor opschudding in België. Tevergeefs probeerde Leopold de zaak in de doofpot te stoppen. Voor het eerst kwamen Belgische intellectuelen, politici en religieuze leiders openlijk in verzet tegen de vorst. Er was een reële kans op annexatie. De Belgische staat zou de controle over Congo overnemen. Morel zag tevreden hoe de heerschappij van de koning in Congo op zijn eind liep. Leopold liet alle staatsarchieven over Congo-Vrijstaat verbranden. Volgens sommigen bijna een feitelijke schuldbekentenis. C'est tout de même bizarre. Cet homme qui dit-il n'a rien à cacher et qui détruit toutes les traces de son action. Est-ce qu'il n'y avait pas des choses qu'il voulait absolument arracher et à tout jamais à des regards indiscrets? Une chose est sûre, pour les historiens, c'est une catastrophe. Mais pour ses défenseurs, c'est du pain béni que cette destruction volontaire. Ils auront toujours beau jeu, et ils ont beau jeu de répondre aux critiques de Léopold II, apportez les preuves de ce que vous dites, les preuves que Léopold II a détruites.
Tot het bittere einde hield de koning vol dat Congo van hem alleen was. Maar niemand luisterde nog. In 1908 werd zijn particulier bezit een Belgische kolonie. Uit dankbaarheid schonk België de koning 50 miljoen frank. Leopold stierf het jaar later. Hij had een privébegrafenis gevraagd, maar dat verzoek werd niet ingewilligd. Zijn begrafenisstoet werd met boegeroep ontvangen. Aan het einde van zijn bewind was Leopold de meest gehate heerser in heel Europa. Het leek alsof er eindelijk gerechtigheid was geschied. Sinds de Vereniging voor de Hervorming van Congo zijn ook Casement en Morel in de vergetelheid geraakt. Casement werd een Ierse nationalist en tijdens de Eerste Wereldoorlog werd hij door de Britten op beschuldiging van hoogverraad geëxecuteerd wegens collaboratie met de Duitsers. Morels pacifistische ideeën maakten hem erg impopulair en ook hij werd beschuldigd van Duitse sympathieën. Morel and Casement did both become, in the course of the First World War, associated with Germany. They were seen as tainted figures. And I think that's one reason that actually the quite heroic achievements of the Congo Reform Association have been forgotten. I think the other reason it's been forgotten is that the Congolese themselves have not had the power or the leverage on the international stage in the way that Jews have, in the way that black Americans have, to push the Congo as one of the world's great holocausts. Het bloedige verhaal in Congo ging gewoon verder. Sinds 1998 kwamen er ongeveer 4 miljoen mensen om tijdens een burgeroorlog. Daarvoor hield het Westen er een vrede dictator aan de macht en het tijdperk daarvoor werd de kolonisatie genoemd. De Verenigde Naties brengen geregeld rapporten uit over de niet ophoudende uitbuiting van het land. Een eerbetoon aan Leopold in Brussel. Dit beeld dateert van enkele jaren geleden. Leopold zou trots geweest zijn. Voor zover bekend is er in geen enkel document over Congo-Vrijstaat sprake van een schuldbekentenis of een begin van spijt. Maar niemand zal ooit weten wat er in zijn hoofd omging toen hij in 1909 op zijn sterfbed lag. Ik zag op dat ivoren gelaat een trek van duistere trots, van genadeloze macht, van laffe terreur, van een intense en hopeloze radeloosheid. Beleefde hij tijdens dat ene moment van volledig inzicht opnieuw alle momenten van verlangen, verleiding en verlies? Een beeld, een visioen misschien, deed hem pijnlijk kreunen. Tweemaal uitte hij een kreet, nauwelijks meer dan een ademtocht. Verschrikkelijk. Verschrikkelijk. De mooie bankjes die de stedeling ha en deze toch wat zuterige stolties voor de debutieren. Ja. Dan. Laat de giebelband het voorkomen. Wat een koek hoor. Ik hoor gisteravond van Yvonne zeggen: nou, ik vind dat je zo'n eerlijke uitstraling hebt en zo. En denk ik. Ja, je moet het weten. Wie zal uiteindelijk de hoogste berg van Afrika gaan beklimmen? Missie Kilimanjaro, morgen op 1. Onbegrijpelijk Haribo, onbegrijpelijk Haribo. Oh.
Haribo. Haribo. Onbegrijpelijk Haribo. Onbegrijpelijk Haribo. Onbegrijpelijk Haribo. Onbegrijpelijk lekker. Advil Liquid Caps 400. De eerste vloeibare pijnstiller van 400 milligram. Snel en effectief. Geboeid door de heerlijke smaak van Leerdammer? Proef dan ook eens de plakken Leerdammer Light Life. Leerdammer, de lekkerste kaas tussen de gaten. Voor de alledaagse pijn is er ook Advil Liquid Caps 200. Gewoon snel. Laat je de kaas liever niet van je brood eten? Spaar dan voor je eigen kaasschaaf van Jan de Bouvry. Speciaal ontworpen voor Leerdammer. Kijk op de verpakking voor de voorwaarden. Zeg, ik zit er bovenop hoor. Ik heb al die issues even geïnventariseerd. Ik zet zo alles even voor u op een rijtje, dus het komt eraan. Wat? Alle issues, geef me 2 dagen. Geen enkel probleem. Die issues, hè? Kat in het bakkie. Issues. Bel ook Randstad voor de HR-update. Het antwoord op de 10 meest actuele personeelsvraagstukken. Hé, hey, dat ruikt lekker. Daarom bleef je natuurlijk zo lang weg. Jij hebt je uitgesloofd, zeg. Heerlijk. Nieuw honigsoeppakket. Snel je eigen verse soepmaaltijd maken. Met de charme van Tom. Je speelt de sterren van de hemel. Je vindt jezelf terug in alle vrouwenbladen. Je krijgt gemiddeld 4 huwelijksaanzoeken per dag. Je bent een rolmodel. Maar ondertussen heb je net als veel andere Nederlandse vrouwen doodgewone probleempjes. Zoals een kwetsbare huid. Daarom verzorg je je zo natuurlijk mogelijk. Met PCLE-crème, die de gevoelige huid extra verzorging biedt en gewoon zijn werk doet. Eindeloos variëren met honigsoeppakket. Want met pindakaas en sambal maak je er zo een Indonesische pindasoep van. Door al die stress op mijn werk en de kinderen heb ik alweer last van een onregelmatige stoelgang. Tja, door al die drukte eten we ook nog eens veel te snel. Dan krijg je dat. Weet jij een oplossing? Mm-hmm. Activia van Danone. Ik eet het iedere dag. Kijk, Activia bevat de unieke bifidus essensus cultuur en helpt je daarom iedere dag opnieuw je spijsverteringsritme in balans te brengen. Gaat het goed van binnen, dan zie je dat van buiten. Ben jou zeker. En het is echt heerlijk. Mm. Activia van Danone. Voor je natuurlijke balans. Prachtige paas aan de linkerkant. Nou, moet aangesloten worden. Het moet naar voren. Het moet naar voren. Dat kan ook. Ja. Even plassen. Mannen met plasklachten missen nogal wat. Ze moeten vaak plassen, produceren een zwakke straal of hebben last van nadruppelen. Wat kan wijzen op een goedaardige vergroting van de prostaat? Plasklachten? Uw huisarts weet er wel raad mee. Probeer nu ook Activia-yoghurt met heerlijke pruimen. Alleen bij Albert Heijn zit in het vers geperste sap niets anders dan vers fruit. Het is dus echt exact hetzelfde als wanneer u dit zelf zou persen. Dat kan geen ander zeggen. En zo'n gezond sapje is natuurlijk heerlijk voorbij. Ja, het paasontbijt. Met Albert Heijn geef je kleur aan het paasontbijt. Alle AHA vers geperste sappen, nu met 20% korting. Why do birds suddenly appear? Time you are near, just like me, they long to be close to you. Naast onze vers geperste sappen hebben we ook Witte Reus in de aanbieding. Deze week kosten 2 verpakkingen maar €6,79. Kijk voor meer aanbiedingen in de ARA-bonus. Voordat je make-up opdoet, kijk eens goed naar je gezicht. Je
Misschien is alles wat je nodig hebt je huid zo gezond te maken dat hij straalt. Nieuw Dove Face Essentiële Elementen Dagcreme. Een buitengewone crème met 5 essentiële elementen die diep in je huid doordringen. Zoals vitamine, groene thee-extract en pure hydraterende bestanddelen. Wie weet, misschien besluit je wel om je foundation een dagje vrij te geven. Het is weer zover. 1 april. Wat doet Man met Hond met dit nieuws? Vanaf vandaag is de inmiddels veelbesproken film The Passion of the Christ in verschillende bioscopen te zien. Vooral de gedetailleerde, bloederige scènes van de lijdensweg van Jezus hebben tot grote beroering geleid. Lieske en Toon Vugts uit Diessen worden dagelijks geconfronteerd met het lijden van de Verlosser. Was het geen lijdensweg om ze allemaal op te hangen? Ja, ergens wel een beetje. Het was heel dikke passende meteren. Ja, heel veel. Je ziet wel, het hangt heel dicht op elkaar, maar anders kun je het niet kwijt. Hè? Je hebt zoveel ruimte nodig. Dan heb ik er zeker nog wel zes dozen vol nog. Die ik op het ogenblik nog niet op kan hangen. Aan het begin was het moeilijk, want toen ik met mijn eerste krijtbeeld thuis kwam, toen zou mijn vrouw zo buiten gezet hebben met krijtbeelden. Ze zei, wat kom je ermee doen? Waar begin je aan? Ja, dat is net wat hij vertelt dus. Ik was er helemaal niet voor. Maar ja, wat liever leek, komt het dan toch. En als hij het niet samen doet, dan lukt het dus niet, hè. Dus ik ben er dus wel helemaal achter gaan staan. En ik heb me gewoon mee geholpen. En hoeveel hebben jullie er nu? Plus minus 1500 dus. Ja. Dat vind ik eigenlijk de mooiste en eigenlijk de waardevolste, want het is ook allemaal paarlemoer. Helemaal ingelegd. Kijk, achter nog zie je. En wat is nou de minst mooie? Oh, de minst mooie. Even kijken. Ja. De minst mooie, de minst eigenaardige. Kijk, hier had je helemaal doorgezakt. Daar ziet Christus er wel heel slecht uit, hè? Ja. Maar wel een mooi rokje aan, hè? Met zo'n strik eraan, hè? En zit er nou veel verschil in hoe Christus op het kruis hangt? Jawel, er zit echt wel veel verschil in. Want ik zeg, op het hele kruisje staat je op een console, zeg maar. Hè? Dus dan staat je eigenlijk meer, maar als je echt hangt, dan hangt hij ooit uitgestrekt of je hangt helemaal recht. We hebben erbij dat je helemaal recht hangt. Deze bijvoorbeeld. Nou, als jullie nou goed opletten, zie je wel dat die hoofden bijna allemaal naar links hangen. Of rechts naar beneden, maar bijna allemaal naar links. Maar deze hangt helemaal rechts, zie je dat? Rechts, ja. Zo. Dan zitten we dan weer.